Ja, hij is powered. Oeh, Craftmaster, hallo. Yo mensen van mijn kanaal, wat fijn dat jullie kijken naar een goed nieuwe video van Ark Ragnarok. Daar zijn we weer, in deze mooie wereld. Wij gaan vandaag weer gelijk aan de slag, jongens. En ik wil meteen beginnen met dit ding, de Beta Dragon Trophy. Die ga ik gelijk even ophangen. Place it on a trophy wall mount. Oké, nou, die zoeken we even op. A trophy wall mount. Kijk, die hebben we natuurlijk nog niet. Trophy wall mount. Oké, ik ga dat ding even fixen. Het kost wat Argentina paste en wat wood. Dus dat stelt helemaal niks voor. Helemaal top. Ja hoor, we got him. Kijk, en dit ding kan ik ergens ophangen. Nou, ik wil deze denk ik links doen. Zo, de perfecte plek, hij hangt. Deze ga ik er nu even opdoen. Ik weet niet hoe, zo, je moet inventory. En dan deze erin slepen, yeah. Oh, yo, check dit. Ja, dit ziet er wel heel vet uit hoor. Ik moet natuurlijk nu nog die andere, dit is de dragon. Die moet ik ook nog de Manticore hebben. Kijk, dit is gewoon een shield skin, volgens mij is er ook nog een andere of niet? Of was dit het serieus? Was dit alles? Kijk, misschien kan ik dan nog wel zo'n dragon fixen aan de andere kant, ziet er wel vet uit. Dit is gewoon onze trofeekamer. Ik vind het best wel vet eruit zien. En daar spaar ik al mijn prijzen. Helemaal top. Ja, dan even over die gas rifle. Ik heb hem de vorige keer aan Dom meegegeven. Heel veel van jullie kijken zeiden van, yo, geef hem terug aan Link. Je wil geen ruzie, bla bla bla. Maar volgens Link is het dikke prima dat wij die even lenen. Dus er is geen ruzie, geen onderling haat naar elkaar. Het zit allemaal goed tussen ons. En het zit ook goed met mijn Acer. Want kijk, dit is, jongens. Het zit helemaal vol. Ik heb echt verschrikkelijk veel. Ik ben het echt constant aan het farmen. Want ik wil zelf natuurlijk ook uiteindelijk mijn eigen gas rifle hebben. Dat lijkt me gewoon lachen. Deze zet ik ook weer even aan. Superconductor ben ik aan het craften. Very nice. Ik pak hier even de Salissa Pearls uit. Volgens mij heb ik daar te weinig van. Ja hoor, we bouwen er nog wel lekker wat bij. Helemaal toppie. Zo, jullie weten natuurlijk allemaal dat ik dat tekst wat heb gefixt. De vorige keer hebben we namelijk de medium boss gedaan. Daarvan heb ik natuurlijk ook die trophy opgehangen. Maar ja, ik heb dus een tekstwaardje gemaakt. Helemaal top. Maar ik wil ook eigenlijk zo'n tech gun maken, jongens. Zo'n rifle. Welke was het ook alweer? Kan maar even koekeloeren. Ja, het is de tech rifle. Ja, deze. Die is echt super chill. Die wil ik echt hebben. Ik denk wel dat ik hem gewoon kan poelen, of niet? Oh nee, ik kan hem niet poelen. Even kijken. Ja, kijk, hier zit nog heel veel polymer in. Daar pak ik even wat van. Ik denk dat ik dat gewoon nodig heb. Want dat organic polymer poelt hij niet altijd even makkelijk. Nee, nu nog steeds. Nou, dan doe ik het allemaal handmatig wel weer, joh. Zo, nog wat black pulse erin. En nu kan ik hem als goed is gewoon bouwen. Oké, we hebben alles. En ik ga hem maken, jongens. Ik kan er, ja, ik kan er gewoon twee bouwen. Oké, dat doen we hem even niet. Zo, nou, dit is ook weer gepiept. We hebben hem. Oh. Ja, oké. Ik moet even één zo'n elementje erbij pakken. Hoppakee, er zat een plus eentje bij. Oké, nu is hij 100. Yes, hij is volledig geladen. Nou, ten eerste, hoe ziet hij eruit? Hij ziet er heel erg ziek uit. Ik vind hem top. Hij is leuk. Ja, hij kan leuk. Yo! Oké. Dit ga ik even buiten testen, hè. Even kijken in het slagveld. Oh, ik zie dan gelijk wat. Zie ik dan gelijk wat? We gaan lekker snijpen, jongens. Ja, dit beest wordt echt dood. Nee, ik miste. Zijn er geen terrorbirds nu? Er zijn hier letterlijk altijd terrorbirds. En nu toevallig niet. Oké. Pak even mijn griffin erbij. Helemaal top. Oh, we kunnen ook de gun erbij pakken op de griffin. Is ook chill. Yo, ik wil dat beest schieten. Zal ik dat beest knallen? Oké, ik schoot. Oval damage doet het. Oh, yo, 240. Oké. Yo, check dit dan. Oké, wacht. Kan ik ook hipfire? Even checken hoor. Ik ga even dit beest hier parkeren. Oh, yo. Kijk dan hoeveel damage, joh. Oké, laat maar zitten. Ik pakte de sniper bij, jongens. Ik had het verkeerde gun bij me. Sorry, spijt me. Mijn goede sniper had ik natuurlijk bij me. Ja, dat was niet slim. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Oh, dit is een heerlijk slachtoffer hier. Yes, die gaan we even killen. Zo, dat ding is wel snel leeg. Hoppakee. Ja, ik kan heel snel spammen. Kijk hoe snel die spamt. Hier, kijk dan. Holy shit. Gaat wel echt mega snel. Kijk, die sniper is natuurlijk niet zo snel. Maar die sniper doet wel echt veel meer damage. Ja, oké, die sniper is eigenlijk wel veel beter. Ik heb ook echt de meest insane sniper in heel de game sowieso. Maar de tech rifle, hij is leuk. Hij ziet er goed uit. Ik zou hem niet super snel gebruiken. Net als dat tech zwaard. Het is allemaal wel heel leuk en aardig. Maar ja, je zijn de troep die wij de laatste tijd hebben, die is echt insane goed. We hebben echt super goede items. Maar leuk hoor. Leuke rifletje. Helemaal top. Ik ga het wel gelijk weer even opbergen. Hoppakee. Ik wil ze niet kwijtraken namelijk. Jongens, ik wilde ook weer verder gaan met turrets. Dus we gaan even koekeloeren. Oh, turrets. Serieus, moet ik al die turrets weer opnieuw engrammen? Ja hoor, het moet weer. Vorig hadden we echt al een paar turrets geplaatst. Maar echt heel veel kijkers hebben gezegd van ja, Aaron, dat is echt veel te weinig. Heel leuk en aardig. 3-4 turrets is echt belachelijk weinig. Je moet sowieso veel meer hebben. Ja, ik luister natuurlijk naar jullie. Dus ik ga er mee bouwen. Oh, even kijken. Elektronics zitten hierin, toch? Yes, ik heb superveel. Echt bijna 10k gewoon nog. Misschien nog wel meer zelfs. Heb ik echt bijna mijn 10k? Of misschien heb ik nog wel in de storage bewaar ik nog veel meer. Maar goed, we kunnen echt kapot van turrets bouwen. Eindelijk. Vorige keer konden we echt maar een paar bouwen. Ja, en laat ik nu... Nee, ik bouwde nu 71. Dat is wel... Yo, 71 turrets. Hou op. Oké, laat ik er sowieso even 9 bij bouwen.
Dus 10 taal. En dan ook even 10 sniper turrets nog. Oh joh, dit gaat zo ziek worden dit. Ja, deze natuurlijk. Hier moeten we ook 10 van hebben. Hoppakee, got hem. Ja, en dan de bullets nog jongens. Gunpowder. Ik weet niet of ik veel gunpowder heb. Vast wel, denk ik. Sniper bullets. Laten we even 100 fixen. Yo, ja, yeah, let's go. Ik probeer de 1000 te pullen. Ik weet niet of dat lukt hoor. Ja, dat kan. Oké, okay, we gaan er gewoon heel veel bouwen. Let's go. Hoppakee, dit ding is lekker bezig. Ondertussen pak ik even 10 turrets erbij. Helemaal top. 40 kilo maar. Valt best mee. Zo ja, laat ik sowieso bovenop nog wat gooien. Ik denk dat dat wel een hele goede is. Dus sowieso hier eentje. Yes, let's go. Ja, er kan hier ook wel eentje. Zo, die is ook geplaatst. En is hij... Ja, oké. Okay. Ze zijn power. Dat is helemaal chill. Deze gooi ik ook even aan. Ja, er komt hier nog zo'n sniper turret. En aan de andere kant ook. Die moet ik zo even fixen. En ik moet ook even al die turret instellingen kopiëren met die turret gun. Ja, dan hier op de uithoeken mogen ook wel turrets komen. Ik heb er toch genoeg. Dus ja, maar dat maakt er niet uit. Hier komt er eentje. Yes. In deze hoek ook. Yo, dit gaat zo insane worden. Hey. Hier komt er ook een. Yes, let's go. En in dit hoekje wil ik er eentje hebben. Alright. Okay, zijn deze allemaal powered? Ik denk het niet. Hè? Deze is unpowered. Deze waarschijnlijk ook unpowered. Oh, die is powered. Oké, okay, very nice. Dan hebben we sowieso eentje die powered is. Deze is ook unpowered. Deze is powered. Oké, okay, chill. Beetje vaag allemaal hoe dat zit. Oké, okay, hier plaats ik er ook nog even eentje. Die is ook powered. Super chill. En op de hoek komt er ook nog een te staan hier. Hoppakee. En die is ook powered. Oké, okay, een beetje vaag. Maakt niet uit. We hebben er nog 2 over. Dus waar ga ik die even plaatsen? Ik kan ook wel binnen wat plaatsen. Dat is misschien ook wel een goede. Oh, joh, of hier voorop op de poort. Hey, laten we dat doen. Laten we dat doen. Oké, okay, even hier omhoog. Yes. De laatste alweer. En hij staat. Kijk, deze 2 staan ook nu. Deze is gewoon lekker powered. Super chill. Geldt het ook voor deze? Yes, die is ook powered. Hij heeft mijn kent ingesteld. Even koekeloer. Stink Pegomas straks. Oh, er komt nog eentje. Oh, er komt nog eentje. Oh, boy. Niet op mijn Griffin knallen. Kom op. Yes, die is dood. Oké, okay, jongens, het gaat weer nachtwerk worden. Want het is alweer avond. We kunnen lekker alles in de avond aanleggen. Ik heb ook nog 10 van deze turrets. Oh, yo. Dit is zo insane. Zo, hier plaats ik er eentje. Zo top. Alles staat gewoon vol, hè. Dikke sniper turrets erbij. Heerlijk. Hier komt er ook één. Zo, hier heb ik nog 2 geplaatst. En die gooi ik ook mooi even aan. Nou, het bovenste plateau staat helemaal vol nu. Er staan er 3, 6, 7, 8... 8 turrets. Hier staan er ook al 4 voor. Ik heb er nog 6 over. Dus die ga ik ook even plaatsen. Hier komt er 1. Ik heb de beest dat die echt irritant. Die pak ik even op. Heavy bow snap ik. Zo. Zo. Deze staat ook. We hebben nog 3 over. Ja, laten we die gewoon binnen gooien. Ik denk dat dat wel een hele goede is. Gewoon lekker 3 turrets binnen. Ik denk dat deze hoek wel een goede is. Zo, die staat. Ja, is perfect in de hoek zo. Als iemand hier bijvoorbeeld naar binnen komt, dan wordt ze helemaal lekker geknald door deze. En hier gooi ik er natuurlijk ook een beetje neer. En ze, ja, ze cover eigenlijk het hele gebied hier. Dus van welke kant ze komen, ze worden helemaal lekker geschoten. En ze is eigenlijk gewoon alleen de craftmaster. Want met de rest van de server ben ik aardig goed bevriend. Dus dat is momenteel even helemaal geen probleem. Zo, oké, okay, top. Deze gooi ik ook aan. De deur kan weer dicht. Ja, laat ik even kijken. Hier kan ik er ook even eentje neergooien. Zo strak in de hoek. En dan draaien we hem volledig even om. Bam, got hem. Oké, okay, die gaat ook aan. Perfect. Oeh, die steekt waarschijnlijk aan de andere kant eruit, of niet? Steekt hij er doorheen? Oh, nee. Hij steekt er niet doorheen. Is helemaal top. Ja, maar dat zou best wel kloot zijn. Als je bijvoorbeeld iemand is of zo, I don't know. En die ziet hier zo'n ding erheen steken. En die heeft alles kapot. Pot gemaakt verder, weet je wel. Dus die denkt dat hij alles gecleared heeft, maar dan staat hier nog een turret. En als je die dan ziet, ja, dan heb je door. Deze moet eigenlijk een beetje verstopt zitten. Volgens mij hebben we ook wel lekker wat bullets. Kijk eens aan. Heerlijk wat stacks. Oké, die turret gun ga ik even opnieuw craften. Oh, ik heb al eentje. Oké, deze settings kopieer ik even, zo. En ik pas het even overal toe. Zo. Oké, en dit is de laatste. Die is ook aangepast. Zo jongens, ik ben bijna klaar. Helemaal top. Eigenlijk alle turrets met de sniper die lopen nu. Volgens mij zijn er een paar die nog niet powered zijn, maar dat maakt niet super veel uit. Overal zit echt heel veel bullets in. Dus dat is echt wel heel nice. Ik heb sowieso nog 444 over. Maar natuurlijk moet ik ook deze bullets hebben, jongens. Kan ik er ook 1000 van craft? Ik weet het niet. Ja hoor, ik heb waarschijnlijk ergens anders. Oh, ik kan 1 maken. Are you kidding me? Kan ik echt maar 1 maken? Heb ik niet meer gunpowder? Ik denk dat zo'n gunpowder op is. Ja, dat klopt. De gunpowder is op. Nou, gooi we dit ding even aan. En dan maak ik er letterlijk even weer wat bij. Totdat de charcoal op is. En dat kan ik ook wel even fixen. Zo, we gooien weer 4k hout hierin. En nu komt er lekker snel charcoal. Kunnen we daar ook weer mee doorgaan. Maar kijk even dit geheel, jongens. Wauw. Ja, de andere bullets ga ik later doen. En daar ben ik nu dus ook al een klein beetje mee bezig. En er staan ook nog een paar uit, maar dan maak ik dat fix ik wel even behind the scenes, dat het super snel gepiept. Maar dit ziet er al aardig agressief uit. Of defensief, moet ik eigenlijk zeggen. Want agressief, ja, natuurlijk, het is gewoon de basis. Hij staat stil. Het kan niet echt agressief zijn. Maar het is een hele goede defensie. Goede verdediging. Ik denk dat er niet zomaar iemand hierheen komt. Want je wordt lek geknald, hoor, als je overheen vliegt. Je wordt echt lek geknald. Daarnaast, jongens, heb ik nog een geinig ideetje. Ik
ik ben best wel benieuwd hoe agressief de Craftmaster achter is. Want ik heb een tijdje niks meer van hem vernomen. Dus wat ik ga doen, ik ga erheen met wat metal. Ik ga erheen met een turret of twee of zo. En ik fix even een generator. En ik bouw een soort van kleine outpost, een klein torentje vlakbij zijn basis. En ik ben gewoon benieuwd of die toren iets gedaan heeft. En de volgende aflevering. Ik ga er dan waarschijnlijk gewoon even heen vliegen. En dan ga ik gewoon even checken van, yo, staat de toren er überhaupt nog? Of is hij compleet weggeblazen? En heeft de Craftmaster iets laten weten? Of wat dan ook. Het is op zich niet aanvallend bedoeld naar de Craftmaster. Ik bedoel, ik bouw gewoon een torentje. Dat mag toch overal waar ik wil. Dus ik ben best wel benieuwd. Ik bedoel, het lijkt me heel sterk dat hij dat hele territorium daar claimt. Dus laten we eerst even een foundation gaan bouwen. Hoppakee, gewoon even eentje. Het maakt allemaal niet uit. Gewoon één foundation. Zo, ik ben nu inmiddels alles aan het craften. Nog even, ja, twee turrets kan ik er wel bij doen. Weet je wat? Ik bouw er gewoon vier. Boeien. Ik kan het toch betalen, jongens. Want misschien krijgt hij dan ook aardig wat damage. Misschien killt hetzelfde Craftmaster wel. Ik ben best wel benieuwd. In ieder geval, ik moet wel een beetje gevaarlijk overkomen. Twee is wel echt weinig. Oké, dit is in principe alles wat ik nodig heb. Oh ja, een generator natuurlijk nog. Een verticale kabel natuurlijk. Een outletje. Ja hoor. Gasoline heb ik volgens mij nog wel. Nu moet ik even heel snel wat gunpowder gaan fixen, jongens. Oh, dit ding kan zo meteen ook wel even uit. Was ik vergeten letterlijk. Kijk, joh, dit gaat zo belachelijk snel. Ik bouw letterlijk maar een beetje. Ik heb echt vet weinig chocolade. En ik heb nu alweer bijna 3k te pakken. En besef. Hoppakee. Nou, dit nemen we mee. En ik ga me nou even lekker focussen op advanced bullets, jongens. Let's go. Zo, na een tijdje gevlogen te hebben, ben ik alweer bij de Craftmaster met alle benodigdheden. En ik weet niet of ik hier een toortje kan bouwen. Ik word hier waarschijnlijk beschoten, hè? Word ik hier beschoten? Word ik beschoten? Nee, ik word niet beschoten. Oké. Super chill. Kijk, hij is nog aardig vriendelijk, joh, die Craftmaster. Oké, nou laten we beginnen met de klusje, jongens. Ik vind het echt leuk om dit te doen. Zo, ik richt hem ook een beetje zijn basis uit. Zo, gewoon even een outpostje. Dit mag toch gewoon. Maak er hem even twee hoog. Zo, hier even wat op. Yes. Ja, ook een deurtje is wel leuk, hè? Laten we er even een deurtje in gooien. Hoppakee. Top. Hier kan een mooie generator in. Die vul ik ook even bij. Die gooi ik aan. Zo, die gooi ik erin. En die outlet, ik weet niet precies waar die gaat snappen, maar het zal vast wel goed zijn. Dan het laatste nog. Ja, even een ceiling erbovenop. Even kijken hoor. Dan ga ik even hier boven hangen. Dan gaan we even een ceiling erop gooien. Zo. Mooi. Oké, nou laten we nu even bovenop springen. Oh, yo, het moet wel even goed gaan. Nou, oké, pak de turrets maar. Ik heb ook precies 2000 bullets meegenomen. Ik dacht, overal 500 in is wel leuk. Hier eentje. Oh, hij is unpowered. Are you kidding me? You what? Oh, dat is een mantis. Dat is één mantis. Oké, nou, een mantis. Zo, die is dood. Stinkbeesten. Zijn er nog meer van die stinkbeesten? Geef de organic polymer mee, want die kan ik wel goed gebruiken. Dankjewel. Oh, hij is uitgegaan. Are you kidding me? Oké, nu staat hij als goed wel aan. Ja, hij is powered. Oeh, Craftmaster. Hallo. Hé, jongens, ik ben gewoon buren met de Craftmaster. Helemaal chill. Ja, eigenlijk wil ik ook twee die kant op aimen. Maar ik kan ook wel meer op dat ding aimen daar, hè? Weet je wat? Ik gooi er gewoon drie neer. Deze kant op. Dat kan vast wel, ja. Zo, hier staan er drie. En dan gooi ik hier ook voor de zekerheid nog even eentje neer. Nou, ik pleur ze allemaal aan. Nice, nice. Oké, hier gooi ik even 500 in. Hier ook even. Gewoon even benieuwd. Misschien is de Craftmaster maar vriendelijk en doet hij er niks tegen. En denkt hij gewoon van, ja, Harm is lekker bezig. Gebiedsuitbreiding. Hij is zelfs zo goed bezig dat hij helemaal hier aan het bouwen is inmiddels. I don't know. Ik weet niet wat hij denkt. Zo, zet natuurlijk de range op high. Want hij moet wel bij de Craftmaster in de buurt komen. Geen warning natuurlijk. Doe maar player and mountain. Hoppakee, yes. Oké, die gaan we even kopiëren en plak, plak. Plak. Yes, top. Zo. Nou, het is gebouwd, jongens. Onze eigen outpost. Ja, het mag. Suruna, kom ik je even langs. Ik ben best wel benieuwd of het in de volgende keer nog steeds staat. Ik ben bang dat hij het gelijk heeft weggehaald. Maar ja, dan heeft hij oorlog, hoor. Ik bedoel, ik mag heus opbouwen. Ik bouw ook nog aan de andere kant van de vulkaan. Ik bedoel, ja, dat kan. In Scorched Earth zat ik letterlijk tegenaan Jo's huis gebouwd. En dat was in principe ook nooit een probleem. Voor de mensen die dit nog weten. Maar nee, dit mag gewoon. Ik vind gewoon dat dit kan. En we kijken. En dan weten we ook gelijk hoe actief de Craftmaster is. Want als dit er over 3 weken nog steeds staan. Dan is hij waarschijnlijk veel binnen. Is hij waarschijnlijk aan het chillen. I don't know. En als het gelijk weg is, ja, dan ben ik de shark. Hij zou echt nu bij wijze van spreken naar buiten kunnen komen. Maar ik heb niet echt geluid gemaakt. Dus ik denk dat hij nog gewoon lekker binnen zit. Ja, weer voor de zoveelste keer een endboss aan het doen is. Dat kan natuurlijk ook. Laten we weer terug gaan naar huis. Eerst even mijn kantine trouwens bijvullen. Oh, yo. Nee. Zullen we dat even niet doen? Zo, even dood. Oh, yo, spin. Oké. Yo, dat was een one-hit kill. Lekker hoor. Oh, yo, die komt uit het water, gek. Doe even normaal, man. Zo, die is dood. Die deze nog. Oh, moet ik weer reloaden? Nee, hou op. Zo, die is dood. En die moet even dood. Oh, die zou bijna mijn outfit slopen, joh, gek. Ik weet niet of mijn outfit echt gedamaged is. Geen idee. Yo, huh? Oh, nog één. What the fuck? Oké, die heeft me absoluut wel geraakt. En dan gaat dan mijn outfit. Ongelooflijk. Oh, dat is zo duur, man. Eén keer even weg, hè. Dat is zo nee, er zijn nog meer. Er zijn nog meer. Gauw bijvullen.
vullen weg hier. Wij vullen weg hier. Ik heb hier genoeg gezien. Later. Ze blijven maar komen, gek. Hou op, man. Ja, oké, jongens. Ik ben inmiddels weer thuis en ik heb letterlijk gewoon een heatstroke daar gekregen. Dat was echt super heet. Maar dat maakt het allemaal niet uit. Ik ben nu gelukkig dan weer weg. Dus nu neemt het als het goed is wel af, denk ik. Ja, en laat ik even bij deze beesten gaan kijken. Die brontos en zo, die zijn allemaal volgroeid. Ze zijn niet meer gekoppeld, of wel? Ja, ze zijn allemaal unhitched. Dat is echt klote. Dus ik hitch je gelijk even. Maar nu zijn ze allemaal nog low level. Oké, hoeveel levels zijn jullie omhoog, jongens? 3 levels maar. Oké, dit zijn natuurlijk de tanks. Het gaat allemaal op health. Let's go. Zo, hebben ze een ander geluid of zo? Dat klinkt wel heel vet. Ah, natuurlijk. Ik heb ook nooit een bronto gehad, hè. Ik heb dat gewoon echt nog nooit gehoord. Dat doet me echt denken aan Jurassic Park. Echt zo'n typisch geluid. Kom maar dan. Ja, ik vind het echt een ziek geluid. Hoppakee, die ook. Volgens mij heb ik ze nu allemaal te pakken. Yes, oké, dan de Yuties. Zijn jullie ook level up, jongens? Ja, helemaal toppie. Ik ga jullie ook even opnieuw hitchen, want dat moet vast weer opnieuw. Yes. Hoppakee, even lekker in health. Nou, top. Hier staan ze even allemaal mooi. Ja, dit zijn eigenlijk de tanks voor de Craftmaster. Dus die gooien we op een gegeven moment gewoon bij hem voor de poort. Hopelijk met een ton health of zo. Dat zou heel chill zijn. En dan worden ze allemaal lekker geschoten. En dan zijn die turrets op een gegeven moment echt wel leeg. En dat willen we natuurlijk bereiken, want dan hebben we een vrije doorgang. Ik zie er trouwens ook een paarse straal. En voorheen checkte ik altijd wat erin staat. Maar die paarse straal is zo wack, jongen. Ga ik nooit weer looten. Yo, wat zit hier? Is dat een. Oh, dat leek net zo'n lier. Diamantrui, omdat met die kleuren. Maar dat is gewoon zo'n stinkbeest. Zo'n hertachtig iets. Gaat die heatstroke ook sneller weg als ik hier in het koude gedeelte ben? Ik denk het eigenlijk wel, of niet? Het zou best wel legit zijn. Ja, kijk, hij gaat nu heel snel weg. Oh, super chill. Blijf even hier campen, jongens. Even wat eten. De heatstroke is alweer weg. Helemaal top. Oh, hier zit een Yuti. Even kijken welk level die is. Hij is level 50 maar. Ik ga er even hier op inhaken. Zo lekker, jongen. Hoppakee. Check wat ik allemaal loot van die beesten. Man, moet je skillen. Let's go. Yo, dit is zo OP, man. Hou op, gek. Hier komt hij hoor. Hop, 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 hop. Yes. Nog een counterattackie. Let's go. Oké. Okay. Oh shit, mijn griffin is moe. Oh, oh, oh. Boy, boy, boy. Er komt een boze beest aan. Nee, 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 nee. Ga dood. En jij ook. Ga alsjeblieft dood. En je kop. Hoppakee. Ze vallen beide dood. Oh nee, wolven. Sterf, wolven, sterf. Hoppakee, die is dood. Nice. We killen ze hier nog meer. Hoppakee, let's go. We doen het vandaag met de sniper. Hoppakee, die is. Kom op. Kill ze, kill ze. Oh, yo, 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 yo. Kijk, ik ben niet gauw weg, want het is best wel koud. Ik had gewoon even zin om wat te killen. Lekker lachen. Zo, verder heb ik even momenteel niks te doen in het spel. We dagen even de Craftmaster. De volgende aflevering, of een van de volgende afleveringen, gaan we de Hardboss nog even doen. En dan is het gewoon letterlijk element verzamelen en bezig met tech gaan. Ja, want ik. Even koekeloeren. Wat moet ik allemaal nog van tech? Tech is natuurlijk wel nu super interessant om allemaal te doen. Ja, een tech turret. Die is ook wel heel erg nice. Die wil ik eigenlijk best wel graag hebben. Die krijgen we natuurlijk bij de Hardboss. Dus dat is echt nice. Ja, we hebben nu dus die gun te pakken. Dus dat is sowieso heel erg chill. Tech rifle natuurlijk. Je hebt ook nog deze. Maar die zit in Aberration. Die zit niet hierin. Natuurlijk de fully outfit. Die moeten we ook nog hebben. Yes. Volgens mij zit ook nog iets van de tech turret of zo, geen idee. Ja, een tech base kunnen we ook ooit nog maken. Dat lijkt me ook misschien wel lachen om te doen. Maar dat is wel echt ver in de toekomst. Eerst wil ik echt de Craftmaster uitschakelen. Ik heb vandaag iets goeds gedaan. Ik heb een soort van outpost bij me gebouwd. Het is vandaag een overwinning geweest. We bouwen hem gewoon helemaal dicht daar met turrets. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij daar sowieso op gaat reageren. Maar in ieder geval, jongens, dit was alweer de video voor vandaag. Laat alsjeblieft even weten wat ik in de game moet doen. Heb je nog een leuk klusje wat ik moet doen? Of zeg je van, yo, temp dit of temp dat. Of bouw dit of bouw dat. Of fix dit. Een bepaald item of zo. Laat het even weten. En misschien doe ik dat wel de volgende aflevering. Mensen bedankt en tot de volgende keer. Later.